eventjes Badr, die komt dan, dat is dan de laatste in die rij, 21 december. Sinds een tijdje bij jou. Was toen best wel groot nieuws. Toen het bekend werd dat Badr wegging bij Mike. Wat toch als een soort van twee-eenheid werd gezien altijd. Toen heeft het eventjes een paar weekjes geduurd. Voordat het bekend werd dat jij de nieuwe trainer was. Hoe is Badr bij jou terechtgekomen? Badr, ja, ik kreeg een belletje van hem. Zo is het eigenlijk gegaan. En ja, daarna, na dat belletje, hebben we met elkaar gesproken. En hebben we met elkaar getraind. En waardoor uiteindelijk hij de beslissing genomen heeft om, om met mij verder te gaan. Ja, maar even terug naar dat belletje. Ja. Want Badr kan, als hij zegt wie die is, dan gaan overal ter wereld alle deuren open. Ja. Hij pakt de telefoon op, ja. Drukt jouw nummer in met een reden. Waarom belt hij jou? Ja, dat zou je moeten vragen. Ja. Kijk, het enige, weet je, we hebben met elkaar getraind lang geleden. Hij was toen 14, ik was toen 19. En daarna, ja, ik ben daarna gestopt. Hij ging van Citan Gym ging hij naar Tom. En ik kreeg toen een motorongeluk, ben ik gestopt. En daarna ben ik een beetje begonnen met lesgeven. Nou ja, 20 jaar later, hij gaf mij een bel. En ja, hij zal zijn redenen hebben waarom hij gekozen heeft om met mij te gaan werken. Wat is de klik tussen jullie? Ja, onze klik, weet je. Na de eerste twee trainingen al voelde het alsof je al jaren met elkaar gewerkt hebt. Hij pakt dingen heel snel op. En het klik zat er eigenlijk gelijk meteen in. En het voelde gelijk goed aan. En dat was. En het is een jongen die gewoon heel snel leert. Echt, hij leert echt snel. En je hoeft hem iets uit te leggen en hij pikt het gelijk op. Is er veel veranderd op je sportschool sinds de komst van Badr? Ja. Weet je, kijk, ik hou meestal wel de cirkel een beetje klein. En ik, er zijn nog een aantal vechters die mij benaderd hebben om bij mij voor te komen, et cetera. Die ik wel gezegd heb van luister, ik heb een hele drukke periode. Op dit moment kan ik niks voor je betekenen. Daar moet ik wel heel eerlijk in zijn. Weet je, en voor mij is de kwaliteit wel heel erg belangrijk. Weet je, het gaat niet om kwantiteit, het gaat gewoon om de kwaliteit. En dat is gewoon belangrijk. En die wil ik gewoon waarborgen. Dat is nu wel het belangrijke. Ja, je krijgt zoveel dingen, interviews die mensen willen langskomen. Je krijgt zoveel dingen. Maar ja, goed, ik reageer helemaal niet op die dingen. Het hou je allemaal af? Ik hou het allemaal af. Waarom? Weet je, ik wil me puur gaan bezighouden, puur voor de voorbereiding, that's it. Ik wil ook, weet je, het zijn altijd vragen over de privé van iemand en et cetera. Joh, als ze wat van Badr willen weten, dan moeten ze het management of ze moeten Badr zelf vragen. Ik hou me alleen maar bezig met het trainen. En ik wil ervoor zorgen dat die jongen straks daar klaar staat, 21 december. En that's it, weet je. En daar ga ik 200% voor, omdat ik, natuurlijk, uiteindelijk word ik daar ook op afgerekend. Merk je dat mensen nu ook vanuit de vechtsport anders tegen je aankijken? Ik hou er me eerlijk gezegd niet mee bezig, weet je. Wat ik zo zeg, je telefoon gaat vaker over nu? Ja, die gaat ook vaker over, maar ja, dat weet je. Maar ja, weet je wat het is? Dat is gewoon eenmaal hoe het is in het leven. Wanneer je succes hebt, ja, dan heb je heel veel vrienden. Dan zelfs een klasgenoot die 25 jaar geleden nooit gesproken hebt, die stuurt in één keer een berichtje op Facebook van, kijk, hey, dit is mijn klasgenoot. Ja, ja. In één keer, begrijp je? Maar dat hou je altijd. En weet je wat belangrijk is? Is hou je cirkel klein en weet welke mensen er vanaf dag 1 bij waren. Hè? Toen je nog geen succes. Want die mensen weet je van, hé, of het nou, hè, nu gaat het bergopwaarts, maar er zal ook met mijn tijd gaan dat het misschien minder gaat. Hè? Zo gaat dat. En dat je wel weet welke mensen je altijd gesteund hebben vanaf dag 1. Wat kun je toevoegen aan zijn spel, aan het spel van Badr, aan zijn stijl? Ja, wat kan ik toevoegen? Weet je, kijk, ik... We hebben een plan van aanpak voor die partij. En ja, goed, daar ga ik niet echt wat over bekendmaken. En ik denk dat je een heel andere Badr gaat zien. De Badr van vroeger, dat is de Badr die ik eigenlijk ken als de echte Badr. Wat vind je zo interessant aan hem als vechter? Wat maakt hem zo goed? Kijk, het is echt een vechter die eens in de 100 jaar heb je zo'n vechter. En niet alleen maar omdat hij kan vechten, maar ook zijn manier van praten. Hè. Badr heeft iets, ja... Dat, ja, wat is moet het ik zeggen? Charisma? Is het? Ja, hij heeft het, ja, los van zijn charisma. Ook de X-factor. Zeker. In zijn manier van praten. Ik bedoel, als je met Badr gaat praten, zul je niet vervelen. Nee. Weet je? En.